Wij besluiten het binnenlands nieuws met de weersverwachting van de Meteorologische Dienst Suriname. Die geldt voor 24 uur vanaf vanavond 19:30. In de middag en vooravond is er kans op lichte tot plaatselijk matige onweersbuien, mogelijk gepaard met lokale windstoten, voornamelijk langs de kust. Tegen het einde van de nacht kan er lokaal nevel of mist ontstaan, vooral in bosrijke gebieden. Het weer voor morgen blijft overwegend droog en zonnig, met kans op enkele lichte buien langs de kust. De Meteorologische Dienst waarschuwt dat de gevoelstemperatuur morgen kan oplopen tot maar liefst 42 graden. Het advies is om de nodige voorzorgsmaatregelen in acht te nemen. Ook meldt de dienst dat er kans is op windstoten langs de kust.